Welkom bij Gadget Gear. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de SteelSeries Aerox 3 Wireless. Een nieuwe draadloze muis, speciaal voor iedere gamer die ontzettende zweethanden heeft. En hier zit er een. Maar voordat ik je meer vertel over deze SteelSeries Aerox 3 Wireless muis, gaan we eerst even kijken wat zit er in het doosje, want dat doen ze ontzettend goed bij SteelSeries. Deze muis is echt verpakt als een cadeautje. Moet je kijken hoe die erin ligt. Dit is toch gewoon gaaf. Op het moment dat je muisdoosje openmaakt, dat die er zo in ligt. Ook geen plasticjes eroverheen. Gewoon bam, pak mij op en gebruik mij. Super netjes verpakt. En je ziet ook meteen die hele mesh structuur die erin zit. Je ziet dat deze muis gemaakt is om te ademen, want het is natuurlijk geen anti-zweetmuis. Het is niet zo dat als je deze muis gebruikt, dat je niet meer zweet. Daar heb je er helemaal last van of je hebt er geen last van. Deze muis zorgt er wel voor dat het zweet wat op jouw vingers ontstaat en in je handpalm, dat het veel sneller opdroogt. En niet alleen door de ventilatie die hier ontstaat, maar ook aan de onderkant. En dat betekent ook dat de verlichting, die zit hier nog steeds aan de onderkant weggewerkt, want we weten allemaal voor gamers, verlichting is hartstikke belangrijk. Hè? Dat is een stukje identiteitsopbouw achter jouw gaming rig. En SteelSeries past het ook gewoon overal toe. Ook op deze draadloze muis. En ja, de batterijduur is langer als je niet die verlichting aanzet. Maar hij is zo tof. Dat weten we ook allemaal. Die verlichting die zit er dus ook in. Hij is wel enigszins beperkt hier aan de onderkant. Maar ook dat heeft wel weer als voordeel dat je wel verlichting hebt. En de accu niet al te snel leeg gaat. We hebben keurige Teflon glijvoetjes. Dus ja, het muisje beweegt gewoon super zacht. En het toffe is doorgaans dat je ze bij SteelSeries gewoon kunt bijbestellen. Dus merk je gewoon dat ze opraken. Raadpleeg SteelSeries en er komt ongetwijfeld een setje naar je toe. Dit hier ook een schakelaar. Daarmee kun je schakelen tussen Bluetooth en 2,4 GHz. Daar ga ik je zoveel meer over vertellen. En wat ik super fijn vind, het is USB-C. En dat betekent dat je gewoon kunt opladen aan je smartphone lader. Als het moet, maar het hoeft natuurlijk niet. Kijken we verder in het doosje. Dan hebben we de handleiding. Niet heel spannend. Instellen doe je natuurlijk gewoon met SteelSeries Engine. En je krijgt een USB-A naar USB-C stekker. Dit is ideaal voor desktops. En de meeste gaming laptops hebben deze gelukkig ook nog. Het is een braided cable. En het is een echt extreem flexibele kabel. Zowel SteelSeries als bijvoorbeeld Razer. Die doen dit gewoon heel erg goed. Je krijgt een kabelbindertje erbij. Super netjes afgewerkt. Maar als je zo'n draadloze muis hebt, dan wil je natuurlijk absoluut geen lek. En ik noemde het net al, je kunt hem via Bluetooth aansluiten. Maar Bluetooth, daar zitten vaak ook nog heel veel andere accessoires op. En zo niet, dan zijn er heel veel andere Bluetooth apparaten in de buurt. Het kan elkaar allemaal een beetje dwars zitten. Dat is lastig. Nou, daar hebben ze ook wat op bedacht bij SteelSeries. Als we even verder kijken in het doosje. Open this for glory. Dan komen we daar twee dingetjes tegen. Dit is een 2,4 GHz USB-C dongle. Dit kun je rechtstreeks in je laptopje steken. Zou je misschien rechtstreeks in je desktop kunnen steken, maar bij desktop is het vaak zo dat de afstand tot de muis vrij fors is. Nou, het mooie is, je hebt deze kabel erbij. Daar kun je mee opladen. Terwijl je oplaadt kun je hem overigens ook gebruiken als je deze in je PC hebt zitten. Maar deze kabel kun je ook gebruiken samen met deze USB-C naar USB-C adapter. Die prik je erop. Dan prik je deze erop. En dan kun je dus die ontvanger vlak bij je muis leggen. En dan heb je nog minder risico dat je tijdens je gaming sessie last krijgt van lag. Dit is gewoon echt goed bedacht. Wil je nou meer weten over deze SteelSeries Aerox 3 Wireless? Want we hebben natuurlijk alle specificaties voor je verzameld. Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. En daar lees je mijn hele review van deze prachtige, toffe muis die ook echt gewoon heel fijn is tijdens het gamen. Daar vertel ik je meer over de optische sensor die erin zit. Daar vertel ik je meer over het instellen van de muis. Eigenlijk alles dat je moet weten. Wil je weten of het een goede aankoop is? Ja, absoluut. Dit is een muis, zeker als je zweethanden hebt, ga er geen spijt van krijgen. En ik vind het ook als gamer met zweethanden, dat ben ik gewoon, vind ik het ook echt super tof wat SteelSeries dit doet. Want het is absoluut een stukje, ja, segment in de gamersmarkt die over het hoofd wordt gezien. Ik wil niet meer zweten, dus dan gebruik ik die.
Ik ben Arjan voor Gadget Gear. Wil je meer weten? Check die link onderaan de video. En voor nu, ciao!